Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. December staat voor de deur. Volgende week, vanaf aanstaande donderdag, is het dus 1 december. En zijn we dus elke dag weer terug met een video. Iedere dag om 4 uur. Dus druk allemaal even massaal op het belletje hier beneden. Dan missen jullie namelijk niks. Donderdag gaan we namelijk gelijk van start met Polenvideo's. En je kan vanaf aanstaande donderdag om 4 uur kan je de PTD-torch weer bestellen. En die is zeer beperkt beschikbaar. Jullie hebben het vorig jaar kunnen zien. Binnen 1 of 2 dagen was die uitverkocht. Dus zet hem in je agenda. Donderdag aanstaande om 4 uur www.pyroteamdelft.nl. En dan kan je er als het goed is eentje bemachtigen. Voor nu gaan we eventjes naar vuurwerkbunker. Iedereen weet natuurlijk wel dat dit jaar het categorie 1 vuurwerk zeer slecht is. Het is allemaal veranderd. Het vuurwerk is veel minder dan wat we gewend waren. Of in ieder geval wat we zouden willen zien in kat 1. Bij vuurwerkbunker.nl heb je dus ook gewoon kat 2 vuurwerk. Wat je de laatste dagen van het jaar kan ophalen. Maar ze hebben ook naar ervaring het allerbeste categorie 1 vuurwerk wat je kan kopen. Ze hebben tegen mij gezegd, kom even langs. Dus dat gaan we nu doen. Ja, jongens, zoals jullie kunnen zien, we staan nu hier bij vuurwerkbunker. We gaan een hele bestelling meenemen. We hebben ook al leuke cakes uitgestald, man. Ja. Kijk, binnenkort gaan jullie bestelvideo zien. Dat wij hier wat gaan bestellen. Deze bunkerbaas. Beats en zo gaan we zeker nemen, man. Maar ik heb gehoord dat deze zeer goed zijn. En ik hoor jullie al denken van, waarom kopen jullie kat 1? Nou, wij zijn op zoek naar het beste kat 1 wat je nu nog kan kopen. Want het stelt best teleur. Je hebt natuurlijk de Action, de Big Bazaar. En tot nu toe stelt het best overal teleur. Maar deze gaan we halen. De Escalada's. We gaan natuurlijk een hele kar meenemen, jongens. Dus dan zien we jullie zo meteen weer op locatie. Als het goed is, is het dan schemer, want het is een beetje donker aan. Let's go. Nou, we zijn langs geweest, jongens. Dat heeft hij allemaal. We hebben een hele doos. Ik zie al de escaladaatjes. De escaladaat zijn echt goed. Vorig jaar ook gehad. Ja, maar laten we daar maar mee beginnen. Ja. Ja hoor, daar gaat hij hoor. Jonge keer. Ja, die zijn wel goed schel zeg, Jezus. Ja man, en heb je deze nog? Is dat dan? Want hij heeft namelijk gezegd van test even meerdere artikelen. Gaas, mijn oren. Ja, mijn ogen. Die zijn echt goed. Die is het beste. Die zijn echt heel lauw. De combi fountains. Mijn oren, man. Ja. Die gaan wel echt goed hard, man. Goos. Ja, man. Deze zijn echt heel goed. Steek het maar aan hoor, goos. Schiet er weg, hè? Zo, lekkere sfeer hier ook, jongens. Oh. Deze heeft hij ook, de Rainbow. Oh, van vuurwerkbunker zelf. Deze is de, dit is de vervanger van de. Ben ik af van je. Die zijn nice. Ja, maar kijk, die rook daarachter. Dat zeg ik. Vlak voor de IDI-getuin. Hey, dit zijn een beetje die van Funken, man. En veel goedkoper ook. Beter dus. Prijs kwaliteit, hè? Hou er eens eentje in je handen dan, die blauwe. Sharky. Wel goed ook dat voetje, man. Zo. Ja, man. Wauw. Ziek, hoor. We hebben deze nog. Knetterlinten. En deze zijn ook niet zo duur. Gewoon volgens mij normale prijs. Kijken wat het verschil is tussen deze en. Ja, want ik denk dat deze goed zijn, tenminste. Dat gevoel heb ik. Ik denk het niet, maar ik hoop het. Ja, hij is wel te traag. Weet je wat er blijkt? Alsof je popcorn aan het bakken bent. Dat denk ik ook. Ik
vuurwerk hebben van Nico. Duits vuurwerk. Ja. En deze fakkels. Die moet je wel even tegelijk aansteken. Dan moet je voorop lopen. Niet? En die... Hoezo pak je geen rooien erbij? Kijk, dit zijn echt goede fakkels, man. Toch? Ja, zeker. We gaan ook lang door deze. Van Nico, jongens. Veel rook ook. Sommigen doen gekke dingen. Jongen. Beetje inzoomen. Dan gaan we hoor. Nice. Ja, deze spreken voor zich. Die had je ook bij de Lidl, dacht ik. Doe even dat lintje erin dan. Oh, dacht je die al? Naast staan met je sportpakkie. Hé, hey, maar even, Mies. Mies. Ja? Goed speel, hè, eigenlijk. Ja, hier hebben we ook nog de happiness. Hopelijk zijn het wel de echte. Ja, deze hebben we inderdaad al een keer gehad. Maar Leslie kennende zijn ze wel... Ja, dit waren de betere happiness. Ja, toch? Ja, man. Zou wel moeten. Zo. Alle drie? Doe maar. Is dat ken? Schiet nou eens op, joh. Hierin. Ja. Toch? Dat is waar. L. Zijn dat? Oh. Zullen we even alle knetterlinten doen? Gaan we zeker doen. Zo. Als jullie hebben kunnen zien, het vuurwerk bij Vuurwerkbunker. En dan heb je verschillende vestigingen. Dit was de vestiging waar wij waren, was natuurlijk Pijnakker. Jullie hebben het kunnen zien. Maar jullie, die hebben dus qua kat 1 best wel leuk vuurwerk nog wat je kan kopen. Zo hebben jullie het kunnen zien. Die combi fountains zijn erg goed. Die zou ik zeker even een pakje van halen. Want ja, bij Vuurwerkbunker gaat het altijd zo snel. We waren dus in Intratuin Pijnakker. Daar zit een vuurwerkbunker. Maar in Utrecht zit er bijvoorbeeld ook één. Bij jullie in de buurt ook. Ik zou zeker even kijken. Wij gaan ook binnenkort onze F2 bestelling doen voor oud en nieuw bij Vuurwerkbunker. Dus dat gaan jullie allemaal nog zien. Thanks voor het kijken. Aanstaande donderdag beginnen we dus met elke dag een video te publiceren. Om 4 uur. Heel december. Soms misschien nog wel meerdere video's per dag. En aanstaande donderdag beginnen dan ook de Polen video's. Ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En druk zeker even op het belletje hier beneden. Want dan mis je niks. Later.